Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games. Voordat we vandaag verder gaan, het triple coins, double coins gebeuren is nu eigenlijk officieel voorbij. Hypixel geeft het niet meer aan, het staat toch wel aan. Ik heb al een potje gespeeld vandaag en ik kreeg nog gewoon 42 coins. Dat even terzijde, Hypixel is natuurlijk nu de EULA update doorheen gevoerd. Hier heb je nog wel gewoon je namen die je allemaal in kleurtjes ziet en gebeuren. Alleen in de game zelf heeft iedereen een gele naam, dus dat is al één ding wat veranderd is. En er zijn natuurlijk nu de kids. Gewone spelers kunnen ook gewoon de kids gaan unlocken. Maar zoals je ziet, een zombie. En dat is dan, was dan eerder voor mij VIP Plus. En dat is ook met. Oké. Oh, je moet er ook zelfs levels voor halen. Wil je die gaan unlocken, dan heb je gewoon ja, levels nodig. En heel veel coins. Dus het is niet zo dat in één keer. Dat je als jij VIP bent geweest. Of je bent MVP geweest. Of wat nou, dat je geen voordeel meer hebt. Fuck. Wacht even. Eerst even al die mensen uitzetten. Zo. Het is, je hebt eigenlijk nog steeds wel een voordeel doordat je het ook eerder hebt gehaald. Dat dus voor jou de kits goedkoper zullen zijn. Dus ik heb dus bijvoorbeeld met mijn VIP kits. Dus als je ziet, die kosten mij nog maar de gewone prijs om ze te upgraden. En zou ik nou een Magma Cube willen hebben, kost me 125k coins. Nou ja, dat ga ik natuurlijk niet doen. Dus laten we vandaag maar eens. Kids gaan upgraden, want natuurlijk officieel is vandaag het gebeuren voorbij wat betreft mijn spaarroutine. Dus ja, we gaan daar gewoon mee bezig. En de kit die ik als eerst ga upgraden, en dat is gewoon denk ik even één keertje, is mijn knockback kit. En waarom? Omdat ik daar nu ook een diamond sword bij heb gekregen dus. Wel, diamond sword knockback is misschien niet het fantastischste, maar goed. Even kijken, wat gaan we nog meer upgraden? Ik weet dat je met creeper kit, dat je daar... Iron Body mee krijgt en zo, maar goed, daar heb ik. Ik heb helemaal niks met deze kit. Ik weet niet. Ik vind het geen lekkere kit gewoon. Dus die gaan we ook niet op het moment upgraden. Die wel gaan upgraden is sowieso mijn slime kit. Denk ik, of niet? Nee, wacht. Eerst de wolf kit. Eerst de wolf kit. Doe maar upgraden. Waarom mag ik jou niet upgraden? Als hap ik ze weer aan het leggen. Hey. Hey. Ozer. Ja hoor, ze waren weer aan het leggen. Oké, er is nu wel een kit geüpgraded, zie ik, want er zijn coins afgegaan. En ja, dat was dus mijn wolfkit is nu geüpgraded. Dan moet je nagaan als ik nu wil upgraden voor level 5. Nee, level 6 zelfs. Dan heb ik al 16k coins nodig. En wat krijg ik? Ja, protection 3 op mijn chainmail boots. Is het goed? Ik weet het niet. Ja, natuurlijk, het is wel goed. Maar het is niet dat we zoiets hebben van, oh, awesome. Wat we nu gaan doen is onze slime kit upgraden. Ik krijg hier van een extra potion erbij, wat gewoon handig is. Volgende upgrade kost ook, krijgen we ook alleen nog maar een extra potion bij. En onze projectile wordt nog weer eentje verhoogd. Nou ja, dat hebben we niet zo heel erg nodig. Wat we nu gaan doen is onze blaze kit upgraden. Zo. Waardoor wij dus nu een extra, ja, ladder protection hebben. Kijk aan. En nu wordt deze upgrade van de blaze zeer aantrekkelijk, aangezien wij nu ook een sword met fire aspect in krijgen. Ik weet dat die wel bijna kapot is, maar dat is wel echt een heel, heel, heel ziek sword. Dus die gaan we zeker upgraden. Gaan we nu vervolgens nog even verder kijken. Wat zouden we bij de volgende krijgen? Nog een leather chestplate, een leather helmet, fire protection. Oké. Als we deze nu gaan upgraden, onze potion kit, die we eigenlijk niet zoveel gebruiken, krijgen we een potion en een wooden axe. Nou, dat is niet echt decent. Dus wat gaan wij dan nu nog upgraden, is natuurlijk de vraag. Ik zou nu... even kijken. Ja, ik zou sowieso toch mijn creeper kit gewoon één upgrade denk ik maar geven. Stel dat ik hem toch een keer wil gebruiken, dan heb ik hem in ieder geval geüpgraden natuurlijk, wat ook logisch is. En dan upgraden we ook nog een keer onze knockback kit. En dan gaan we nou eens even kijken naar wat we allemaal hebben. Goed, astronaut kijken we niet naar, doe ik niks mee. Trollkit kijken we niet naar, doe ik ook niks mee. Vervolgens hebben we hier creeper tamer 5. We zijn level 4 moet ik zeggen. Wij zijn level 4. We zijn hiermee level 5. We zijn hiermee level 4. Weet je, maakt ook helemaal niet uit. We gaan gewoon gamen. Fuck it. Het heeft lang genoeg geduurd nu. We gaan gewoon lekker in een game en we gaan kijken of wij een win kunnen pakken. What the fuck? Ik vind maar niks, Hypixel. Ik zal het jullie allemaal hier doen. Ik schrik me kapot. Welke map gaan we in? Dat is natuurlijk nu maar even de vraag. Ik zie het helemaal geen chille map eigenlijk. Ja, ik zie je wel mid. Ja, weet je, we gaan gewoon in midrail. We gaan niet langer moeilijk doen, we kiezen wel lekker midrail. En wat ik nu ook, dus zoals je ziet, iedereen is hier nu geel. Als je hier gaat praten, dus als ik zeg maar hier high type, dan zie je wel wat iemand is. Alleen je kan niet meer op de tablist zien van, goh, wat is iemand nou? Dus ja, je weet niet of je nu een potje speelt met alleen maar VIP's of alleen maar MVP's of alleen maar gewone mensen.
Je weet het gewoon niet meer. Ja, had voor mij niet gehoeven op deze manier. Maar goed, Hypixel willen natuurlijk op zo'n manier. En ja, ze gaan natuurlijk niet voor mij de boel aanpassen. Dat is een beetje logisch. Maar goed, we zullen zien wat we kunnen doen in Mithril. De game gaat in ieder geval al beginnen. Dat is mooi eraan. Hoef niet zoveel door te lullen. En niet Horstemo 18 level. Ja, dat is wel zo. Als jij nu dus gewoon je kit wil upgraden, moet je eerst levels gaan vinden. Nou, zoals je ziet, het minuutje hier is ook wat anders. Ik kies ondertussen even mijn kit. We hebben natuurlijk ook water. Dus ik kies lekker deze kit. Maar dit is hier in ieder geval anders, dat dit tekstdingetje hier staat. En je hebt natuurlijk hier heb je een hele upgrade aan je minuutje. Blitzstart staat nu een timer bij. Player staat erbij alive. Kills, dat voor mij was dit allemaal zo. Finisher default, dance default. Ik weet niet wat dat inhoudt. Heb ik allemaal nog niet naar gekeken, zeg ik heel eerlijk. Het ziet er wat overzichtelijker uit. Maar het is gewoon even wennen. Ik zeg niet meteen dat het lelijk is. Het is gewoon even wennen. Maar oh, damn it. Nee, damn it. Oh, damn it. Dit is slecht. Ik zeg natuurlijk niet dat het meteen lelijk is. Het is natuurlijk altijd even wennen. Maar ja, zoals ik zeg, het is gewoon wennen. En nu op het moment heb ik zoiets van, oké, what the fuck hebben jullie gedaan? Terwijl ik waarschijnlijk over een week zoiets heb van, ach, het is eigenlijk wat chill. Je kan gewoon lekker je kill zien. Het is makkelijk en duidelijk. Maar het is nu gewoon zo van, oké, even wennen. Maar dat heeft denk ik iedereen. Zelfs als je nu alle namen geel ziet, dat heeft denk ik ook iedereen. Dat iedereen zoiets heeft van, ik weet het niet. En dan over een week ben je eraan gewend en dan weet je niet beter. Dus dan is er niks meer aan de hand. En ik weet dat ik nu een andere route neem dan normaal. En waarom? Omdat ik bang was dat ik klappen zou krijgen. Aangezien achter mij al flink in gevecht waren. Dacht ik van, weet je, ik skip gewoon even het grote gebouw meteen en ik ga eerst hier naartoe. Maar voor zover ik zie, is hier nu niemand naartoe gerend. What the fuck? Oké, nou dan doen wij het wel. Doen wij het wel weer, joh, hè? Hoppatee. Kijk, golden appeltje erbij. Het moet maar weer, hè? Ik wou het nog zo niet, maar goed, het moet maar weer. Wolfjes erbij, hoppatee. Hier weet dat hier nog een bottle in zit, die wil ik toch hebben. Komt u maar. Oké. Zit hier nog wat leuks in? Nee, maar we nemen het wel gewoon mee. En dan gaan we hier even in kijken. Oeh, Iron Helm. Niet verkeerd. Zit hier dan misschien nog wat awesomes in? Een bottle. En hier een helm. Dit. TNT. Oké, dat kunnen we leuk in de deathmatch gebruiken als we daar gaan komen. Hoewel we natuurlijk erbij zetten als we daar gaan komen. Als ik het eerder moet gebruiken, gebruik ik het gewoon lekker eerder natuurlijk. Oké, voor mij komt er iemand hier naar binnen zometeen. Oh, pats. Oh, nog een stone sword nemen we gewoon lekker mee. Oh. Nou, daar hebben we niet zoveel aan. En dan gaan we hier nog even deze kist looten en dan gaan we dit gebouw uit. Dan gaan we eerst even wat sharpness halen op ons sword en dan gaan we door. Nou, dankjewel. Wacht, die botten gooien. Oh, er is hier nu iemand beneden. Oké, dat is wel vet. Dat is wel vet dat hier nu iemand beneden zit. Hallo. Oh, we komen hier met z'n allen. Gezellig. Ik adviseer jullie om naar boven te komen, jongens. Niet? Oh. Boom. Zoals je kan zien, ik krijg gewoon 42 coins. Dus dubbel coin staat bij mij nog gewoon aan. Ik moet wel zeggen, ik neem dit begin middag op. Misschien dat het aan het einde van de middag slash avond al weg is, dat je het niet meer hebt. Dus mocht je eens hebben van, what the fuck. Ik neem het begin middag op. Dus dat is misschien wel even iets wat ik erbij moet vermelden. Hoppatee, protection hierop. Die mag uit, zo. Even mijn info een beetje goed zetten. Eerste kill zal ik alweer binnen, dus dat is ook mooi. TNT zetten we nog eventjes dichterbij, zo. Oké, zwaard in de handjes. Let's go. Oh, ik schrik me kapot. Stomme honden. Oh, hier is iemand. Oh, kom hier. Waar gaat die nou heen? Wat gaat deze nou doen, joh? Ik heb nog helemaal niks gedaan. Ik wou zeggen, hè, maar ja, nu moet je natuurlijk dood. Maar ik heb het heel slecht uitgespeeld. Ik zag hem in één keer niet meer. Maar goed, maakt niet uit. We gaan door. Niks aan het handje. Hier in dit gebouw zit namelijk ook weer iemand. Dat weet ik van net nog. Of in ieder geval, ik zag hier een naam. Oh, kijk, hier is iemand. Hij is een betere broek dan mij. En die broek wil ik eigenlijk wel hebben. Hoppatee, die is ook down. Ik heb mijn honden wel voor mij flink gehit. Maar goed. Dan hiel ik jou toch even. Zo. En zo. Oké, dan moet ik eerst even deze broek op gaan pakken. Die ligt hier. Voor mij rent er ook iemand voor mijn neus al. Maar goed. Ik moet toch even dat soort oprapen. Want ik wil niet dat iemand anders daarmee mee aan de haal gaat natuurlijk. Maar eens even kijken of wij nog wat mensen kunnen uitschakelen. Weet je wat vaak is in Mithril dat wij een late game hebben. We hebben vaak een late game als early game. We zitten heel veel te looten, heel veel te enchanten, heel veel dingen te verzamelen.
En dan later in de game, dan gaan we meestal pas op zoek naar kills. Is op zich helemaal niet erg natuurlijk. Maar ja, dan heb je natuurlijk wel de kans dat je minder kills gaat maken, aangezien veel mensen al kills hebben gemaakt. Maar goed, wij gaan rustig hier eens even kijken. Hier is er weer iemand dood. De Blitzstar spant ook bijna. Oh, hier hebben we iemand hoor. Hier hebben we iemand. Hallo. Mis. Oh. Ja jongen, daar had ik je even mooi hè. Hij had een Iron Body voor zijn Creeper Kit. Nou, die gaan wij lekker oppakken natuurlijk. Daar doen wij absoluut niet moeilijk over. Kom maar eens eventjes hier, hoppatee. Oké, deze hebben wij. We rennen terug hier naartoe voor de Blitzstar te kunnen pakken. En waarom heb ik hier gewoon mijn Golden Apple voor gebruikt? Just for sure. Ik had geen zin om een risico te moeten nemen van, goh, misschien is hij wel sterker dan mij of wat dan ook. Daar ga ik helemaal niet eens moeilijk over doen. Gewoon zoiets van, hoppatee, we pakken het gewoon meteen aan. Of in ieder geval, we pakken het meteen goed aan. En nu gaan we even op zoek naar... kijk, daar is hij dan eindelijk, de Blitzstar. Awesome. Er leven nog 4 mensen. Ja, en ik heb de Blitzstar, dus kom maar op mensen. Ik wacht nu eigenlijk tot er 3 man leven natuurlijk. Dan wil ik mijn Blitzstar use en dan hopelijk hebben we dan fun. Maar dat weet je natuurlijk nooit. Ja, en wat voor mensen het zijn, ik weet het ook niet. Maar goed, we gaan maar gewoon op zoek naar ze en dan zullen we het wel zien. Nou, hier kan ik in ieder geval niet langs. Dan moet ik in ieder geval door het water heen. Ik heb zo'n haat aan. En ik vind door het water, dan je travelt zo sloom. Maar ik moet wel even opletten dat ik niet in één keer van boven wordt besprongen. Dat iemand zegt van, ja, aanvallen. En ik zoiets heb van, oh nee, niet doen. En hondjes, kom maar. Ja hoor, lief. Hè? We moeten nou nog even eigenlijk updaten dat je ook kan zien hoe dichtbij je eigenlijk iemand bent op Hypixel. Dat is ook wel vet. Heb je op sommige Hunger servers heb je dat je kan zien, iemand bijvoorbeeld nog, wat is het, 500 blokjes van je vandaan is. Dan één keer nog maar 80 blokjes en dan, ja, is gewoon super makkelijk. Maar ik denk niet dat Hypixel dat erin gaat zetten. Verraad me niet, stom vuurwerk. Dat is wel één nadeel als je de Blitzer hebt, het vuurwerk, dat verraad je zwaar. Hoppatee, naar boven. Oké, ik denk dat iemand op de boot zit, maar ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar ik denk het haast... Nee. Ik denk dat iemand daar in dat gebouw zit. Nou goed, dan gaan we hier gewoon ook weer naar boven zwemmen, of klimmen. Je ziet er toch lianen, dus we kunnen makkelijk hier naar boven klimmen. Holy shit. Ik wil hetzelfde vuurwerk, dat vind ik jammer. Ik heb zoiets van, hey, doe eens even een ander vuurwerkje. Maar goed, dat heeft dus weer niet ingesteld. Misschien moet je het wel unlocken, ik weet het niet. Eens even kijken. Oh, hier nog een keer naar boven. Oh, honden, doe eens even rustig aan. Die beesten die zijn zo hyperactief altijd, hè. Die willen altijd meteen met je mee, want je zal maar een centimeter achter je baasje lopen. En dan vervolgens allemaal HP verliezen. Ah, moet ik weer daar naartoe. Misschien zit hij wel hier beneden. Ik zie tot nu toe helemaal niemand. Zie ik een naam misschien? Even goed natuurlijk de omgeving scannen als het ware. Als ik nu recht voor kijk, hoor ik iemand te kunnen zien. Nou goed, ik zie niemand, dus dan denk ik ook niet dat die dichtbij is. Hoewel, nou, als ik zo heen en weer ga, mijn kompas is redelijk aan het draaien. Maar niet dat je denkt van, oké, hij is close. Dat is toch jammer. Zien we hier beneden misschien iemand? Ik zie hier helemaal niemand. Jullie ook waarschijnlijk ook niet. En als jullie het wel zagen, ja, dan kunnen jullie wel getypen. Maar dan zie ik, heb ik er nog niks aan natuurlijk. Even kijken. Als mensen, als je nu al zoiets hebt van, oké, de video vind ik wel awesome, kan je natuurlijk altijd even een like achterlaten. Oh, wat slim, Duffy. Even kijken. Waarom zien we helemaal niemand? Oh, daar zit eentje. Is het serieus gewoon stil hier? Oké. Wat? Oh, wauw. Serieus, dat hebben ze dus ook geüpdate. Wat je dus nu niet meer kan doen, is je Blitzstar gebruiken op het allerlaatste moment. Oh, damn it. Dus eerder was het zo van, als de deathmatch ging beginnen, had je nog, nou was het, 10 minuten, nee 10 minuten, even iets van 10 seconden wanneer je nog net je Blitzstar kon gebruiken. Maar nu van Pixies van, hey, weet je wat, dat vinden wij helemaal niet eerlijk, dus dat doen we niet meer, denk ik. Ik heb nou zoiets van, are you kidding me? Maar goed, maakt niet uit, waarom zit jij in de grond, jong? Kom er eens uit.
Dat is 1 down. Boom. En dat is 2 down. Dus jullie zien nog steeds dubbel coins. Weak staat bij mij, maar goed. Eerste plaats, Duffy. Dit is ook trouwens nieuw, dit schermpje. Dat duurt het ook nog eventjes. En we worden er nu nog een keer je reward. Nou, dan zien we 816 coins. 5 experience. Ik zit niet in een guide, dus ik krijg daar geen coins voor. Maar ja, dit is eigenlijk het nieuwe Hunger Games gebeuren op Hypixel. Wat vind ik ervan? Op het moment vind ik het wel chill dat mijn dubbel coins nog aanstaan. Dus ik ga zo meteen nog even lekker doorspelen offscreen. Vind ik het chill. Het is gewoon heel erg wennen nu. Het is natuurlijk heel erg veranderd. Maar goed mensen, ik bedank jullie voor het kijken in deze aflevering van de Hunger Games. Vond je het nou leuk en informatief? Kan je altijd natuurlijk een like achterlaten. Laat in de reacties achter wat jullie er nou van vinden. Qua update, qua view van alles. Vergeet Duffy meer niet te checken. Link zit ook in de beschrijving. En ik zie jullie de volgende keer bij een nieuwe aflevering van de Hunger Games. Later mensen.